De Alice Spring Reptile Center. Een gekko zoals we verwachten. Aan het raam gekleefd met zijn kussentjes. Marbled Velvet Gecko. Oduro Marmorata. Er zit er ook eentje achter op de wand, waardoor we zijn kleur zien. Want langsonder is hij maar bleek. Nogmaals de Marbled Velvet Gecko. Deze zit helemaal bovenaan de rots. Het is in de Reptile Center, maar het is geen andere manier om ze te zien. Hier zit een mooi inzicht, deze Binus Gecko. De Heteronosia Binui. De Northern Giant Cave Gecko. Pseudodactylus Lintneri. En die heeft nog wel een behoorlijke staart. Waar staat de naam? De gifslang. Hij houdt niet van toeschouwers. En hij maakt zich uit de voeten. De Vulga Snake or King Brown. Deze striped skinks zitten met meerdere in een kooi. Eentje is goed zichtbaar, de andere zit onder het houtwerk. Deze slang is aan het vervellen. Die moet zich uit zijn oude karkas wurmen om zijn nieuw kleedje te hebben. Python. So it doesn't go always that good with skin changes. No, especially with babies too, like any snake, it can get stuck on the tail. Mm-hmm. And then the tail can drop off because there's no circulation going through there. So. The inland python, Oxyuranus micro. De Western Brown of Pseudonaya Nugalis. Deze Gidgee Skink of Egernia Stukis. Hij is prachtig gecamoufleerd. Zijn huid lijkt heel sprekend op de boomschors. De speckled brown snake, Pseudonaya guttata. De central netted dragon, Stenophorus nugalis. Oh, dat is een grote. Er zit een tweede, maar die is trager. Nee, come on. Beweeg nog eens. Een kleine doos voor kikkers. In de grotere boksen zitten de grotere slangen. En dit is volgens de legende de olive python. Twee exemplaren in deze doos. In het Latijn de Liasis olivaceus. De nocturnal desert skink komt voor in West-Australië, de Egernia striata. Een skink van de grotere soort, maar de naam hangt er weer niet bij. Ja, dat is even wel. Een central carpet python. Toch bij python, goed zinnelijk. Een Stimson's python van de Liasis Stimsoni orientalis. Er liggen er hier twee naast me. Oh, twee. Drie. Dat is niet goed te zien. Want daar ligt de derde.
De Long-Nosed Dragon, of de Lophognathus longirotus. De Spiny-tailed Goanna, Varanus acanthurus. De Blue-Tongued Skink, of de Tiliqua skinodes. Hele kleine pootjes. Ja. Ja. Northern Death Adder, Acanthophis longus. Dat is een prachtig exemplaar. Met zijn hoofd en zijn grote flaphoorn, hoe moet je dat noemen? Hartje is te goed bezig. Geen staart. Dit voorhistorisch beest ligt stil in de schaduw, heeft het dus al warm genoeg. Perenti. Kan ik alleen langs boven filmen. De grote luiwammers. Wat zijn heel kruislopende beestjes. Een beetje moeite om vooruit te komen, maar niet veel energie, die mannen. De Spencer Goanna. Hij wil zich een weg graven uit het hok. Hij doet aardig zijn best. Hij is ook nog een diepe gaard, hè? Daar straks holen graven en nu boven op de boom. Dit zijn de binnenterraria, waar ze dus warmer kunnen gehouden worden. Ik
Ja, het is een dierentuin, niet aan te doen. De Central Beard Dragon. Ogone Viticeps. They're still confused. This one is active. Yeah, always. Always? Yeah. Very friendly too, so we're getting out. From time to time. Right here, now the fence, volgens mij, deze soort hebben we volgens mij al gezien. Maar deze is iets minder actief. Ja, dat soort zit graag bovenop de rots in de zon te verwarmen. Om te vergelijken. Moeilijk te filmen. Ah, that's nice. And now, hey, that's nice. En dit is dus een groot exemplaar, want het is een vrouwtje. Back in the shade. Hij houdt blijkbaar niet van de zon. Terry is in 2002 gevangen en was toen al 10 jaar oud, dus hij is nu 20 jaar. Uit Darwin. En hij komt maar om het kwartier boven water om even adem te halen. Het is een beest, jong. Doordat hij gevoederd wordt, niet gemotiveerd om wat dan ook te doen.